Wie komende woensdag jarig is, hoeft niet op verjaardagskaartjes te rekenen. Dan staken namelijk de medewerkers van TNT Post in de stad. Alleen rouwkaarten en medische post worden dan nog normaal bezorgd. De postbodes staken omdat de cao-onderhandelingen met TNT muurvast zitten. De vakbonden willen onder meer een structurele loonsverhoging van 3,5%, terwijl TNT Post niet verder wil gaan dan 1,5%. Verder maken de postbestellers zich druk over de secundaire arbeidsvoorwaarden en de toekomst van hun werkgelegenheid. Om de postbodes te steunen in hun strijd gaat de SP zaterdag actie voeren. We gaan een hele grote aanzichtkaart op de markt staan. En daar kan iedereen een steunbetuiging op schrijven om de postbodes die gaan staken woensdag een hart onder de riem te steken. Ja, wat gaan jullie doen met die grote aanzichtkaart? Nou, woensdag staken de postbodes dus hier in Groningen. En wij gaan naar ze toe om die grote aanzichtkaart aan ze te overhandigen. Ja, zodat ze weten dat ze worden gesteund door de stadjers. Volgens het Groningse Tweede Kamerlid is het onbegrijpelijk dat er tot nu toe zo weinig aandacht is geweest voor de problemen van de postbodes. Je ziet nu dat er veel aandacht is de laatste weken en dat is omdat gestaakt wordt. En dat is wel erg eigenlijk. Want mensen vinden het vervelend dat postbodes staken, dat snap ik. Het is niet leuk om je post een dag niet te krijgen. Maar je ziet ook dat het dus de enige manier is om daar aandacht voor te krijgen. Dus wat dat aan gaat zijn de postbodes heel goed bezig. Moeten ze vooral ook doorgaan. En ook met de landelijke staking 27 mei om aan te geven van tot hier en niet verder.